Sergio Gentle, die heeft er via social media aangegeven dat hij en zijn broer zich bedreigd voelen door de heer Jurgen Adely en dat de heer Adely niet alleen hem en zijn broer bedreigt, maar ook de buurt daar bij plein van 12 mei. Daar zou hij de gangster, daar zou hij de maffia uithangen. Hij zou zeer provocerend zijn naar vrouwen toe, ook naar de winkelierster. En hij zou ook nog personen hebben gedood en of hebben vermoord, zegt Sergio Gentle. De heer Adely Jurgen die heeft er gemeend om ook zijn verhaal te doen bij TBN PRIMEALERT. En we spraken met hem over alles wat over hem wordt gezegd door de heer Gentle. Om eerlijk te zijn heb ik niks met meneer Gentle. Zijn broertje doet vervelende dingen, uitspraken. Eigenlijk is het laster. Toch? Smaad en laster. En hoe lang is het al gaande tussen jullie twee? Het is al een half jaar. Dat hij, wanneer hij me ziet, dat hij uitspraken doet in mijn richting. Uitspraken zoals? Nou, beliegende uitspraken, beliedigende uitspraken en ja. En hij heeft een keertje zijn broer van me geroepen. Sergio Gentle, hoofdinspecteur. En die kwam op me af en heeft me gevraagd welke boodschap ik hem voor hem heb gestuurd. Ik heb gezegd, ik heb geen enkel boodschap voor u gestuurd. En die broertje kwam in het gesprek en gezegd, ja, je hebt me gezegd dat je me gaat neerknallen en dat je jezelf gaat aangeven bij de politie. Ik heb hem gezegd, ik heb je vandaag niet gezien, niet gesproken. Hoe is het dan mogelijk dat je dit op me afkomt nu? Ik keek naar meneer Gentle en ik zei, zomaar ben je in deze dingen, in deze toren gekomen. Zomaar, ik kon alleen op die zie. Mm-hmm. Want het was niet nodig. Ik stond ook met een agent te praten. En zo'n vrouw, die avond, het was 3:30 s'avonds, toen ze bij me aankwamen daar op de hoek van het Sigastraat en Sofia Laan bij een winkel Sabrina. Mm-hmm. Dus tijdens we bezig waren te praten, die agent en ik en zo'n vrouw, is hij bij me gekomen. Nou, toen zijn broertje in het gesprek was gekomen, is zijn zwager ook in het gesprek gekomen, die met een zus van Dental is, die douaneambtenaar is. Dus plotseling Abraham Gibari zegt, ja, je bent daar je bent een kabinetje. Waarvoor? Wat heb je dan misgedaan dat ik je heb verklikt of zo? Mm-hmm. Dus ik weet niet wat je verkeerd hebt gedaan hoor. In mijn ogen. Ik bemoei niet met je dingen wat je doet. Ja. Meneer Adely, op een moment die is op dit moment. Ja. Meneer Gentle is voor een actie. Ja. Naar Wantusma. En die destref ook toe. Ja. Naar Nieuwe Haven. Ja. En ook toe ja, naar Plein. Ja. Amantak over Yubaka. En wat hij heeft gezegd. Je bedreigt me. Je bedreigt vrouw. Vooral vrouwen. Ja. Na Plein voor 12 mei. Abirti drape. Ja. Je bedreigt van Chinese. Naar een baby. Nee, meneer Gentle ligt daarover. Hij is licht daarover. Het is helemaal niet waar wat hij daar heeft gezegd. Dat ik hem heb bedreigd en in bijzijn van zo'n broertje. Ik heb alles gevolgd wat hij heeft gezegd. Mm-hmm. In bijzijn van zo'n broertje. Als je hoofdinspecteur bent. Toch? En ik bedreig jou. Ga je er geen zaak van maken. Je kan niet met ons moeten komen dat men je ongeloofig waardig gaat vinden. Mm-hmm. Maar je moest er werk van maken toch. Als ik je het bedreig, 6 maanden terug. Dan moest je werk van maken. We met drapen, tappen ook hoe ik kon. Naar winkel Sabrina, zo liefst, mis dan, want toen mag ik niet mee rekenen, maar ik kon niet zo agri drapen. Zijn die niet meer koren. Maar ik had mijn aangifte al gedaan. Mm-hmm. Toch? En het wordt niks gedaan. Er werd niks gedaan. Dus dan begon ik weer te schrijven, te vragen, hey, hoe zit het met die zaak van mij? Gaat het nog voor? Doen jullie nog wat eraan? Heeft de Openbaar Ministerie gezegd, zeg van, hey, aboem, ga naar een inspecteur daar. De Nieuwe Haven, daar aangekomen, heeft de inspecteur me gezegd, zeg van, kijk, als je die man weer ziet, bel 115. En dat heb ik gisteren gedaan. Ik heb die man gezien, ik was naar de winkel. Toen ik van de winkel ging,
heb ik die man gezien. Dus stel... u heeft 115 gisteren gebeld? Ja. Niet omdat ze actie voeren, nee. met de gehoorde man? Nee, dat ding wat meneer Gentel heeft gezegd, dat ik intel ben van, of dat de president, Hormi Bakagimi, is helemaal fout. Maar dat nieuwe actie net nee, ook toe? Ja. Het is helemaal niet waar. Ik ben ook geen intel van het Openbaar Ministerie. Die man is met smart en laster bezig. Ja? Dus... ja, ik weet niet waarom. Ano dat wang ataki, atak ook toe, yuna kiri man. Motegi eerlijk, nooit meer gobewees go kiruans ma. Ja? Nooit meer gobewees go kiruans ma, mika sorry, de schot wonde, ik was in mijn huis, waar ik ben beroofd en neergeschoten. Ja. En neergeschoten in mijn woning. Mm-hmm. Hier, kijk hier. Je ziet twee gaten hier. Hoe lang terug is dat? Het is... je hebt je broek niet te zakken? Ja, ik heb ook twee gaten hier. Okay. Dus ik werd in 2003 neergeschoten en beroofd in mijn woning. In der tijd was het verlengde Weidestraat. Mm-hmm. Dus waar de spoedeisende hulp van karakter was, maar... je toen teruggeschoten? Ja. Mm-hmm. Ik heb toen teruggeschoten op een van die roevers. En die roever in zijn been. En na twee dagen is die roever komen te overlijden in het ziekenhuis. Ja, dus na om dit hoor je dat de meibari tak mina moordenaar, mina disi, mina dat die maar. Ja, dan heeft categorieën toch. Je hebt mishandelen, zware mishandeling. Zware mishandeling, dood ten gevolge hebbende. Mm-hmm. Doodslag en moord. Ik heb nooit doodslag gepleegd, ik heb nooit moord gepleegd. Ja? En dat ding wat die man zegt dat ik... mensen of vrouwen klapt en hun drinken neemt. Ik ben niet gek hoor. Je mix maar vrede, zegt hij. Nee, je bleek gangster in feite. Drapen. Nooit. Integendeel, aan haar buurt. De man kan doen aan buurt, onderzoek in mijn buurt. Ik ben een sociaal mens. Ik help waar ik kan helpen. Maar niet wat meneer Gentel wil doen om mijn naam te gebruiken om deze president weg te halen. Als hij... laat hij beginnen te zeggen wie hij als president wil zetten. Want je zoekt ook een pura president die zit voor elkaar. Of allemaal, dan wordt er een president dat ik allemaal takkie toch. Want Sanjay go, gewoon aan mij gebruik me niet. Voor kan doros, maar mama aan doro. Nee, het gaat niet werken. Ja, en gisteren zijn we samengebracht naar, of samengegaan naar het politiebureau Nieuwhaven. En die man in zijn uitspraak heeft tegengezegd dat die politie die andere mannen onrechtmatig heeft genomen. Die man, ik had een aangiftebewijs. Ik heb 115 gebeld, die mannen zijn gekomen. Ik werd weer gebeld, ik heb gezegd, kijk hier. Ik heb ze gebracht waar die man was, hij was in een Suribet-kantoor. Ik heb ze daar gebracht, ze hebben hem aangesproken. Ze zijn rustig meegebracht, rustig, niet met geweld. Hij heeft zelf die deur opengemaakt. Er zijn zelf camerabeelden daarover. En die dingen wat ze zeggen over camerabeelden, dat ze camerabeelden hebben. Ik wil die camerabeelden zien. Waar ik dames heb geklapt en in dranken heb genomen. En geld en dingen heb genomen in die Chinese winkel waar ik niet heb betaald. Als die Chinees, laten we zeggen, die eerste dag 4 keer heeft gebeld. Hij zal die andere dag ook hebben gebeld toch? Ja toch? Maar meneer, en dat heeft hij vandaag ook gezegd, dat aangifte dit tegen jou, want lo aangifte. Nee, de haven mik mo posa net toe. Ja, dat die betekent me, ja. Die man ding, ja. Dat die boga haven, ja. Hoe is het daar afgelopen? Ik heb ze gevraagd hoeveel aangifte er zijn, ze hebben gezegd 3 december tegen 4:10 s'avonds heeft Dwight Gentle aangifte tegen mij gedaan. Maar hij heeft niks over zijn broer gezegd. Hij heeft niet gezegd dat ik hem heb bedreigd, of hij heeft gezegd. Dus hij verklaart aan die agenten dat hij 2 vrienden daar heeft ontmoet. En die 2 vrienden hebben hem gezegd dat ik heb gezegd dat ik hem ga klappen. Niet dat ik hem ga schieten. Ja? Hij heeft ook verklaard dat toen hij me heeft gezien daar, dat hij me is komen vragen waarom ik hem wil klappen. Dat is helemaal niet gebeurd. Hij heeft me niks komen vragen. Die avond stond ik daar met ik zal geen naam roepen, met een heer en zijn vrouw. En Sergio Gentel, hoofdinspecteur Sergio Gentel, kwam op me af. Hij trok zijn masker aan, zijn moordmasker. En hij vroeg me, welke boodschap heb je voor me gestuurd? Ik zeg, ik heb geen enkel boodschap voor u gestuurd.
is die benieuwdje ingesprongen. Heeft hij gezegd, ja, ik heb zoet mee, de liever is rief die de keel. Ik heb een mitte, de man in een takti, de feit kan tak desanati. Is die zwager ingesprongen, tak ja, meer ik hier drie smakbaar minuten, maar a vierde wang, ik heb genoeg kogels om je te doorzeven. Boy, ik kan niet verder gaan met dit gesprek hoor. Dus er waren drie auto's, gentle was er één, er waren twee politieagenten auto nog. Dus heb ik gezegd, hey, ik kan niet met deze mannen staan praten. Ik ben op straat gegaan, ik ben midden op de straat gegaan. Ik heb gezegd, kijk hier, ik ben hier. Als jullie me willen doodschieten, mogen jullie me doodschieten nu. Ze hebben niks gedaan. Ik dacht, nou, ik kan me wakker willen doen. Ik was wel op de man. In de avond heeft mijn moeder me gebeld. Zegt van, wat heb je gedaan? Er zoeken agenten zoeken naar je. Ze zijn zwaar bewapend met AK-geweren zijn ze hier. Ik heb gezegd, maar ze hebben een andere agenda. Ik heb niks gedaan. Als deze mannen me zoeken en ze me hebben gevonden, dan weet je, dan ben je al op de hoogte dat ze een andere agenda hebben. Want ik heb niks gedaan. Mine furu, mine tekis masani. Dus, mine denkatori dat trus aan de man taki. Dus, de man suku me aneti dat hij release de man gua oso. At maatefing, mi was mooi. Mi gua keise straat, eerst mi gua keise straat. Ik heb ze gevraagd. Heeft u mij nodig? Ik ben Jurgen Adely. Hebben jullie een zaak van mij? Ze hebben gezegd nee. Ze hebben gezegd dan moet je naar haven gaan of Münder. Ik ben naar haven gegaan. Ik heb gevraagd, is er een zaak van Jurgen Adely hier? Hebben jullie me nodig? Ze hebben gezegd nee. Ik zeg, het is goed, maar ik wil wel aangifte doen, want meneer Gentle heeft me bedreigd. Hebben ze gezegd, is goed. Dan kan je naar OPZ gaan. OPZ gegaan, naar de inspecteur daar, ja, van zijn heer. Heeft gebeld naar al die posten. Heeft gebeld naar RBT, A-team, recherche, kapitale delicten. Heeft iedereen gevraagd, hebben jullie Adely nodig? Niemand, geen van ze hebben gezegd. Ze hebben iedereen gezegd, nee, we hebben Adely niet nodig. Huh? Ben ik daar, ik ben wakker vrij. Ik liep altijd vrij. Mm. Omdat ik niet heb, ik kies maar niet. Meneer doet maar niks. Ja, maar nu je tak, meneer Adely, dat meneer... Gentle, de bezig naar Smaad en Laster. Ja. Heeft u daarvan nu een aangifte gedaan? Ik zal morgen mijn aangifte gaan doen. Want ik moest nog een verklaring afleggen. Daar op Nieuwhaven. En dat ben ik gaan doen. Want gisteren, toen ze ons hebben genomen, hebben ze gezien dat Dwight een aangifte heeft gedaan. Dan hebben ze gezegd, zeg van, hey, u wordt ook aangehouden hoor, want er is ook een aangifte van u. Ik zeg oké, die mannen hadden al alles van me genomen, mijn tas, mijn telefoons, tablets en dat soort dingen. Heb ik gezegd, is goed, dan moeten we even het proces afwachten toch. Mm-hmm. Want wij beiden zouden worden aangehouden, maar er was een andere instructie gegeven door de inspecteur, de hulpofficier van justitie. En naar die bijzonderheden werden we naar huis gestuurd en ik moest me 9 uur aanmelden daar. En die andere man ook. Ik ben alleen gegaan. Die andere man is naar OPZ gegaan. Om alleen aangifte tegen die politieagenten te doen die hem hebben gearresteerd gisteren. Dus dat is gebeurd. Dus daarom dat ik die man niet heb gezien. Dus maar, die man heeft, meneer Gentle heeft al die politieagenten daar bedreigd gisteren. Ja, dus we spelen niet onder één hoedje. Is wat de inspecteur me heeft voorgehouden. Ik heb 115 gebeld. Mijn bel, nou aan het raam aan het kamer. Nee, 115 heb ik gebeld. En ze zijn erop afgekomen. Ik heb ze gewezen, ik heb ze het papiertje gewezen. Aangiftebiljet. En dat hebben ze genomen. Ze hebben die man gearresteerd en naar haven vervoerd. Mm-hmm. En die man geeft aan dat hij ja, gewelddadig is gezet in die auto. Ik was daar, er zijn ook camerabeelden. Ik was daar, maar niemand is gewelddadig. Ik ben vrijwillig naar het politiebureau gegaan. Mm-hmm. Niet dat we ons zijn beroep van onze vrijheid, ja. Zoals meneer Gentle heeft aangegeven.
Maar meneer Adely, dus concreet. You niet play gangster, in niet play wakamang. Nee. Na buurt die pedema etaki Sofia Laan. Nee. Plein nee. van 12 mei. Oranje Laan. Ja, je bedreigt Sumadrape. Nee. Bedreigt vrouw. Nee, nee. Chinese, baby. Nee. Nee, dat is helemaal niet waar. Die Chinees, ik was een sigaret gaan kopen. En die Chinees draalde. Want ik was alleen daar. Dan heb ik op die toonbank geslagen. Bob, bob. Tak, hey, vrouw, doe snel naar zij doen. Ik maak aan even. Tak, hey, plotseling, vrouw, kies van vlag. Ik maak je bari. Maar die baby van die vrouw, elke keer wanneer ik daar ga, en die komt ze automatisch bij me. Ja? En die vrouw is opgestaan. Ik weet niet wat ze is gehalen of op zijn pistool is gehalen. Ik nam die baby op. Ik stond gewoon te wachten op die vrouw. Maar iemand anders heeft me gezegd, hey, het lijkt alsof die vrouw iets is gehaald hoor. Het is beter dat je even van plaats verandert. In de sens is mijn takkie dat je wakatak van ai, je lijnen, de lijnen via wakatena president, dat maak in de vrede. Nee, dat is grote leugens wat meneer Gentel zit te vertellen. Meneer Gentel vertelt niet wat hij doet. Toch? Zou meneer Gentel het doen? Je hebt een house daar, je hoort die naam toch? Om te trippen. Drappen de mego trip. Toch? Drugs is hier drappen, nou een drugshol drappen. Je een hoofdinspecteur, die hoort bakken, die een drugsdealer. Alla de soort zijn dat hij, alla de mensen die naar orga dat hij. Daarom heeft hij die mannen opgeroepen om aangifte voor me te gaan doen. Maar het zijn valse aangifte. Het zijn valse aangifte dat ze gaan doen. Want niks berust op waarheid. Mijn is moeilijk de man. Of je take niks voor me, je no nak me, je no do niks aan me. Zijn de moe doen aan jou. Want ik ga lukken alle de tori voor Sami Fassi. Na twee tori, want amantak mi kier drisma. Aan het roer. Amantak mi kier wama na tjiolo. Het is ook niet waar. Ik heb nooit gezegd dat ik die man daar heb vermoord. Of doodgestoken. Nooit. Altijd mi tak anomi. En te akontak mi lusu. Ik heb die man niet vermoord. Ze moeten naar de juiste daardoor gaan zoeken. Maar ik heb mijn straf al uitgezeten. Toch? Ik weet niet wat hij wil bereiken. Als hij de president wil weghalen, als hij zelf president wil worden, weet ik niet. Hè. Maar je ziet de gang van zaken. Niemand is dan in Suriname toch? Wij lukken politieband, militaire band op. Wat willen ze? Wat willen ze? Na zo'n bouwt bij die na ten toe op een band, dan gaan ze met elkaar konden abra. Ja toch? Dus om de voorzichtig, allemaal om de voorzichtig gaan de soort man die zien wat. Adier na konden de man ik abra. Ja. Een model zou de man zou de meester wakker. Maar als dan tussen jou en meneer Gentel, ja, hoe zal er weer vrede tussen jullie komen? Ik heb ze alle tijd gegeven om het te bespreken, maar de man schreef hier wat vijandig houden ermee tegenover mij, tegen de machine. Als je ze hebben gegeven, als je een lukumor hebt, welke handeling gaat die man plegen of zo. Maar, ik heb niks tegen die man, men gaat niks zien. En die man zegt dat ik met altijd gewapend loop, met een 22. Het berust niet op waarheid hoor. Allerlies, is er nog die de migwa gaan van de man? Fouilleer me, alasani, onderzoek, alasani me. Geen enkele wapen. Nou, hoe loop ik iemand 24 uur met een wapen? Niet, ook niet in uw tas? Nee, ik kan niet mijn tas laten zien. Mm-hmm. Niet meer met tas, niks. Look, wat er bij chauffeur de tak over beveiliging, mannen, dan die zien dan dat die tak de man bedreiging. Mm-hmm. Dus of wat maar ja, wenkie meneer, gewoon. Meneer Willy. Ja, of wat maar wenkie gewoon takkie. Ai, in mijn look boom. Nou, aan dat die kan de use de nieuwe bus aan mijn wenkie gewoon, maar. Met je tak tak aan mijn daar of je moest daar. Kan misschien betekent het iets anders toch? Het kan ook toch? Dan moeten ze die man gaan vragen wat die man eigenlijk heeft gezegd hoor. Want gewoon, je gooit naar niet dat je vier bedreigt, je vier is zich bedreigd. Waarom voel je jezelf bedreigd? Ja toch, dus al deze dingen. De meneer bouwt op president, meneer bouwt op openbaar ministerie. Ik bereken dat je aangifte, iedere keer wanneer ik daar ga, als Martel Laster vindt de plaats voor Dwight Gentle. Ik vond het lastig, want die mannen wonen niet in de buurt. Ze komen in de buurt. Zijn zwager woont helemaal op tweede rijweg daar. Hij woont helemaal op Birambi straat daar. Toch?
Zij komen in mijn buurt. Er zijn een paar winkels in de buurt, maar die ene winkel gaat vroeg dicht, die andere is onder water. Alleen de Keizerstraat en Van het Sigastraat is altijd onder water. Wat ga ik daar gaan doen? Ik ga genoodzaakt ben te gaan toch. Dus daar ga ik naar de winkel. Niet dat ik die mannen iedere keer wil zien, maar als je dat man. En dat nam je kritiek tegenover haar veld? Ja, maar die mannen zijn aan de overkant. Ze zijn niet bij de winkel, dus aan de overkant van de winkel. Toch vinden ze het lastig dat ik bij de winkel kom. Toch bemoeien ze met alles. Zeg je? Sa fasan begin na anga swa grifu sani fu gentle na mi chimbra da go parke ran wagi dra pa na wenkri ama fen tak mi chimbra na muspura wagi na lanti dang chimbra mi te ama tak boy na lanti dang are of you one day pura wagi na si da san ka so asan begin asan begin so da ma tak yo of ama wanchi me kasan wakatra fasi asan ka wakatra fasi no omdat amana swagri gentle imbrigan tak te demate a chimbra da duansani of a swagri duansani ama bel gentle direct gentle kon direct ay kon yato si yo da is the man hoofdinspecteur no da la the man hoon me e la tsef mesbruiker e la tsef hoon mesbruiker